gebeurt er eigenlijk allemaal? Wel, hier in deze gang nemen wij de lijfliederen op. De lijfliederen van de Dr. Bea Show. Je hoeft je nergens voor te schamen. Waarom komt er eigenlijk een tweede seizoen van de Dr. Bea Show? Kijk, ik krijg gewoon echt dagelijks nog heel veel vragen van jullie. En dat is echt... Ik ben daar echt super blij mee. Want vragen moeten gesteld worden en geen vraag is te gek. Maar het zijn er echt... heel veel. En ja, ik kan dat allemaal niet in mijn eentje beantwoorden. Dus gelukkig mocht ik een tweede seizoen maken, zodat ik al die vragen kan beantwoorden voor jullie. Welke vragen krijg je zoal? Oh, het zijn zoveel vragen, dat gaat over van alles. Hè. Uiteindelijk gaan we nu 4 onderwerpen echt heel goed en duidelijk behandelen. Dat is menstruatie. Dus ja, wat is dat nu om je regels te krijgen en wat moet je dan doen en zo? Je regels krijgen is geen feestje. We gaan het hebben over SOAS. Dat zijn seksueel overdraagbare aandoeningen. Ja, dat klinkt een beetje vies. Is ook wel een beetje eng, maar daar zijn de voorbehoedsmiddelen voor. En ik ga dan helemaal uitleggen hoe je dat kan voorkomen en zo. We gaan het ook hebben over sexy zijn en bloot zijn. En ook over transgender. Was ik maar een vent. Waarom vind je het belangrijk dat we zoveel weten over ons lichaam en over onze seksualiteit? Oh ja, ten eerste, ik vind dat heel belangrijk, want we hebben maar één lichaam. En ik moet daar goed voor zorgen. En om goed voor iets te kunnen zorgen, moeten we weten ja, hoe dat lijf werkt en hoe dat we daarvoor moeten zorgen. Hè. Praten helpt sowieso, dus kijk de Dr. Bea Show. Hey, hey. Supergoed dat je naar Karrewiet kijkt. Als je nu nog meer nieuwsvideo's wil bekijken, abonneer je dan zeker ook op ons kanaal en bekijk ook deze video's. En een duimpje omhoog mag natuurlijk altijd. Zeker doen.